kerstdagen komen er weer aan. En de kerstman gaat nu weer het huis in. En ik krijg steeds vaker de vraag van mensen van, goh Romeo, ik vind het zo zonde, want ik zet een kerstboom binnen neer. En na de kerstdagen moet ik hem eigenlijk weer weggooien. En hij slaat vaak niet aan in de tuin. Heb je daar een oplossing voor? En daarvoor heb ik een hele bijzondere pot. En dat is deze. Dit is een pot met een watergreepreservoir erin. Hier onderin zit een soort van filter waar onderin water zit. Wat continu naar boven water blijft geven. En dat heeft als voordeel dat de kerstboompjes die we binnen gaan zetten niet verdrogen. Continu voldoende water hebben. En daar dus ook mooi in leven blijven. Je hebt hier een bak met daarin nog een doosje. Er zitten daar verschillende ingrediënten in. Watermeter. En dit noemen ze pon. In deze bak, daar zit nog een andere binnenbak in. En als ik hem hier voor de bak zet, dan zie je eigenlijk al dat de binnenbak niet tot op de bodem komt. Dat houdt in dat er eigenlijk, als ik hem water ga geven, dit stukje een waterreservoir zit. Waar dus de plant voor maandenlang voldoende water heeft. In de bak zelf zitten gaatjes, waardoor dus ook de wortels naar beneden kunnen groeien. Grond zuigt water op, verdeelt dat over de aarde. En de plant, de wortels, nemen alleen het water op wat ze nodig hebben. Er zit ook een metertje bij, een watermeter. Die bevestig je heel eenvoudig op deze manier. In de pot, zo. En om zeker te zijn dat de verdeling zo optimaal mogelijk is, heb je hier dat pon. En dat neemt heel goed water op en verdeelt het ook heel goed. Nou, daarmee maak je als eerste de bodem. Daarna ga ik eens even kijken, als deze plant erin wil doen, kijk, dan past die in principe gelijk goed. Dus ik pak een klein beetje potgrond, pak de plant die ik nodig heb. Deze wil ik wat meer aan deze kant hebben. Ik ga mooi hier. En aan deze kant komt nog een tweede boompje. Kijk, op deze manier. En dan ga ik nu de gaten die er nog zitten opvullen met potgrond. Wat belangrijk is, is dat je de gaatjes hier aan de zijkant vrij houdt. Want daar kan je op een gegeven moment het water bij voegen als je water nodig heeft. Wat we nu net hebben gedaan is, we hebben eerst de pon erin gedaan. Toen de aarde, daarna de planten geplant. Heel belangrijk om niet te vergeten, en dat is een foutje die mensen nog wel eens maken. Eerste 12 weken van bovenaf water geven. Na 12 weken, als je dan gaat water geven, doe je het niet meer op de aarde, maar doe je het vanaf hier. Daar kun je gewoon met een gieter vol schenken totdat je op maximum zit. Staat hij weer op de min, krijgt hij weer water, vul ik hem af tot maximum en dan heb je eigenlijk weer ruim voldoende voor een maand. Eens kijken, ik wil graag de potgrond een beetje wegwerken. Dan heb ik hier nog wat takken. Dat vind ik gewoon lekker om er wat tussen te leggen. Op deze manier. Maar ja, nu komen de feestdagen eraan, dus ik wil wel een beetje een feestelijke sfeer eraan geven. Dus ik heb wat batterijverlichting. Wil je nog wat meer dat natuurlijke gevoel laten zien van de kerst? Dat zijn bijvoorbeeld deze dennenappels. Die zijn een beetje groenzig. Pak ik een stukje wikkeldraad. Die draai ik op deze manier zo vast. Dan heb ik hier nog wat kleine citroenschijfjes. En dadelijk als dan de kerst voorbij is, haak ik die kerstverlichting eruit. En de accessoires. En dan heb je gewoon weer een hele mooie bak voor op de vensterbank. Zeg je nou van, nou, voor de kerst horen bij mij gewoon wat kerstballetjes erbij. Die kan je er nog altijd bij steken. Nou, met zo'n kerstboom, dat doe ik eigenlijk hetzelfde. Ik heb een kerstboompje gekocht, in dit geval met kluit. Die heb ik in een pot gezet waar ook weer dat watergeefsysteem in zit. Wil je hem nou uiteindelijk naar buiten zetten, dan heeft deze nog een andere truc. Kan je hem buiten in de volle grond op deze manier beplanten. Maar je kan ook zeggen, nou, ik zet hem met pot en al buiten neer. Dat gaat ook prima, maar op die manier weet je dat je zo'n plant zoals deze een tweede leven geeft opnieuw in de tuin.